Hallo, hallo. Daar zijn we weer. Goedemorgen. In een kringloop. Gaan we weer kringloop shoppen? Ik heb al iets gevonden. Oh, kom ik ja, ik heb ook iets gevonden. Ik heb een schaaltje. En ik heb dit gevonden. En ik weet niet, ja, volgens mij moet hier olie in. Maar deze is stuk hier een beetje. Er zit een barstje in. Maar misschien kan er suiker en zout in. Dat kan ook. En anders gewoon als display. Ja, in de badkamer of zo. Ja. Ja, ik heb altijd moeite met kringlopen. Ik vind het heel veel leuk, maar ik kan door boom en bos niet meer zien. Maar jij ik wel, bent weer dus ik ga je helpen. Expert, dus dat komt helemaal goed. Ik ben niet op zoek naar iets specifieks. Ik ga gewoon kijken of er iets is wat in mijn interieur past. Nou, en toeval, dat jij ook gaat verhuizen. Want ik ben verhuisd, jij gaat binnenkort verhuizen. Tegelijkertijd, dus we kunnen allebei lekker shoppen. Let's kringlopen. Yes. Heb ik al te veel deco? Ja. Is dit heel mooi? Ja. Ja, ik heb altijd de neiging om te overdecoreren, omdat ik te veel dingen leuk vind, maar ja, ik wil ook mezelf inhouden. Ja, jij ook. Hoeveel vaasjes dus heeft een mens nodig? Niet veel. 2. Ik heb er al 10. Moet ik er dan nu nog zeker over? Nee. Dus alleen maar dingen halen dat echt een doel heeft en dat je gaat gebruiken. Ja. En niet van, oh, het is leuk. Want ik heb daar ook zo'n zwak voor. Alles is leuk. Alles is een probleem. Ik ben dus op zoek naar een nachtlampje, tafellamp voor op de nachtkastjes. Alleen, die zoektocht is zo moeilijk. Ik weet ook niet precies wat ik wil. Ik wil een beetje een hotel vibe uitstralen in de slaapkamer. Sorry, ze hebben hier de radio zo hard aan. Maar ja, ik hoop dat ik nog iets kan vinden hier. Maar zo, het lijkt nu alsof er niet echt heel veel opties zijn. Heel veel lampenkappen, dat wel. Maar niet heel veel standaarden. Of in ieder geval niet iets matchies. Ik vind deze fauteuil zo mooi. Een beetje retro-ish. Maar ook al heel erg modern. Het is dat deze bruine kleur niet helemaal in ons interieur past. Maar toen ik er net echt langs liep, dacht ik, dit is echt een stoel voor mij. Ik ben helemaal obsessed met deze stoel, maar hij past ook niet in het interieur qua kleur. Hij is wel echt heel leuk. Hij zit nog verbazingwekkend. Oké. Oh. Als hij nou wat lichter was. Jammer. But I like it. Even tussendoor hebben we pauze, want lekker Mackie. We hadden trek. Het is echt culinair eten, joh. Ik ga even mijn riem los doen, want anders zit ik gevangen. Oh. Geniet je ervan, mij? Weet je, bij de Mac, de ene keer zijn de frietjes zout en de andere keer niet. En ze zijn zout. Oh. En ze zijn vers, ze zijn net gemaakt. Dus lekker warm. Nice. This level of my life. Tip van Sap, ben je op zoek naar vazen, plantenpotten, iets in die hoek, ga naar de kringloop, daar vind je zoveel moois. Je zoekskills worden echt op de proef gesteld als je gaat kringlopen. Ja, dat is zo inderdaad. Ik heb hele mooie omzetters gevonden. Blouse, wat heb jij? Oh, ga je bijna even in gezicht. Oh, okay. Gewoon een zwarte basic jurk. Ja, en ik denk dat ik die gewoon echt heel veel ga dragen met een mayo. Heel leuk. Van kringlopen naar de action. Deze meid die shopt altijd. En ik word door haar geïnfluenced. Ze zei: ja, wat voor kleur bezek heb je? Ik zeg goud. Ja, heb je al opzetlepels? Ik zeg nee. Ja. Gelijk neem ik het mee, echt. En blijkbaar heeft Chanoe dit ook. Een hele goede influencer ben jij. Ja, I know. Inmiddels ben ik thuis en het leek me leuk om te laten zien wat ik heb geshopt. Vloggen en shoppen tegelijkertijd is niet mijn ding. Ik kan gewoon niet kijken, op zoek gaan naar dingen die ik graag wil hebben. En tegelijkertijd vloggen. Het is het een of het ander bij mij. Voorheen deed ik dat wel, maar dan werd het ook altijd chaotisch. Dus ja. Maar hey, ik heb het vastgelegd. Als allereerst iets wat ik niet heb geshopt, maar heb gekregen van Chanoe. Is deze mand, want zij was ook flink aan het uitzoeken en opruimen. En ze vroeg mij of ik die mand wil hebben. En ik zei, ja, past in mijn steltje.
Oké, hoe de kringloop aankopen. Als allereerst heb ik dit bordje, schaaltje. Hij is volgens mij wel lichtelijk beschadigd, maar dat maakt voor mij niks uit. Ik vond het wel heel erg leuk eruit zien. Kan gebruikt worden als sieradenschaaltje of gewoon een plateau waar je iets op serveert. Deze was €1,25. Ik heb hier onderzetters. Dit zijn... En beton, ik weet niet, stenen omzetters. Ze waren 50 cent per stuk. Ik heb er 4. Ze zijn grijs of grijs beige. Ik vond ze wel wat hebben. En het idee is om deze onderzetters hier in de slaapkamer te doen. Want ik heb vaak ook dat een kopje thee of zo wil drinken in de slaapkamer. Dan wil ik het niet op mijn nachtkastje zelf zetten, maar op de onderzetter. Die hebben we. Dan heb ik een blouse, die een beetje vies is, van de mannenafdeling. Of nou ja, het is eigenlijk een overhemd. En hij zag er kwalitatief uit. Hij is van het merk Brioni. Heb ik mijn telefoon ergens? Nee. Als ik dit merk zoek, Brioni, ik ken het niet, krijg ik alleen maar overhemden van €1000. Mocht iemand bekend zijn met het merk Brioni, kan je me vertellen of het waar is? Je raadt nooit hoeveel ik hiervoor heb betaald. €2. Dan zitten er nog een aantal dingetjes in de mand. Onder andere deze vaas. Ik vond het patroontje heel erg leuk. En dan heb ik ook nog 2 eiertoppen van marmer. Ze zijn aardig zwaar, dus ik denk dat het van echt marmer is. Het kostte €1,75 per stuk. Hier waren er ook maar 2 van. Dus ik heb ze alle 2 gehaald. Dan heb ik deze opbergmand. Ik ben heel erg kritisch met mijn aankopen. Dus ik zat hier heel goed over na te denken van ja, heb ik dit wel nodig? Kan ik het ergens kwijt? Ik vind hier wel iets voor. Hij was aan de prijzige kant. Hij was €7,50, maar hij is wel echt heel erg mooi. Dat waren al mijn kringloop aankopen. Ik heb nog een aantal dingen bij de Action gehaald. Zoals deze 2 houten riembladen, ontzetters, onder whatever wat waar je het voor wil gebruiken. Dan heb ik bij de Zeeman deze vers houtclips gehaald voor €1,50. Heel aesthetically pleasing in 1 kleur. Ze hadden ook nog witte, maar Chinoe zei tegen mij dat ik zwart moest halen. Ik word altijd zo goed door haar geïnfluenced. Dan heb ik ook nog een mini statiefje gehaald. Deze, ik weet niet hoe duur die was, maar deze was iets van €2-3. Dan heb ik ook nog deze opscheplepels. En dan heb ik nog een cremmetje, want ik had een cremmetje nodig. En bij de Ethos hadden we nog droog shampoo gehaald. Het was een actie, 3 droog shampoos voor €10. En Janou zei, ja, ik heb er eigenlijk geen 3 nodig. Maar toen dacht ik, hey, ik wil er ook wel 1. Laten we gewoon lekker samen doen ermee. Zo. Ik gebruik echt nooit droog shampoo meer, maar... dat is nice.